Delfshaven is. Wat betekent Delfshaven voor u? We spreken met Wouter Wevers Betting, galeriehouder al 35 jaar in historisch Delfshaven. Kunt u kort vertellen wat u heeft met Delfshaven? Ach, zoveel. Ik heb Delfshaven leren kennen vanuit Amerika, waar ik in het Amerikaanse leger heb gewerkt. En de geschiedenis van Delfshaven en de Thanksgivingdag heb leren kennen. En de overgang tussen Amerika en Rotterdam was veel kleiner dan de overgang tussen Amerika en Amsterdam. En ik heb gekozen voor Rotterdam en voor de mens, want ik ben dol op mensen. En ik geloof dat het echt een van mijn beste beslissingen is geweest in mijn leven. Om te kiezen om Rotterdammer en met name Delfshavenaar te zijn. En dat voel ik me zo enorm. Het heeft me ook alle succes gegeven, maar dat is een andere zaak. Want wat zijn dan de kwaliteiten van een Rotterdammer? De kwaliteit van een Rotterdammer dat ze open, eerlijk en helder is. Dat is een Rotterdammer. En mens. En als je dan ziet, als je dan terugkomt en dan ziet wat een enorme warmte in deze stad zit. Tussen mensen, tussen verhoudingen, sociaal gezien. En ik moet het niet overdrijven, want elk huisje heeft zijn kruisje en Rotterdam ook. Maar globaal vind ik dat we het fantastisch doen als stad. Ja, we zijn er ook echt trots op, hè. Dat we Rotterdammer zijn. Alleen Feyenoord moet het wat beter doen. Sorry dat ik het zo zeg. Maar